Maatschappij 2, hoofdstuk 9, invloed op de politiek. Politieke partijen. Politieke partijen kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen. Als een politicus een idee heeft, kan hij dat vertellen aan de Nederlanders, dus aan de burgers. Zij kunnen dat idee dan overnemen. Op die manier kan hij invloed uitoefenen op wat de mensen willen. Daarnaast leveren politieke partijen ook mensen voor politieke functies, zoals bijvoorbeeld een burgemeester of Kamerleden. De invloed van burgers. Burgers kunnen invloed uitoefenen door te stemmen, gebruik te maken van hun spreekrecht, lid worden van een politieke partij oprichten, contact met politici opnemen, een verzoek indienen, een klacht indienen, de media inschakelen, lid worden van een pressiegroep, uiteraard kun je gaan demonstreren, een handtekening in actie houden, de nationale ombudsman inschakelen en tenslotte kun je natuurlijk naar de rechter stappen. Pressiegroepen. We kennen in Nederland verschillende soorten pressiegroepen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel. Dat is druk uit te oefenen op politici. De drie verschillende soorten pressiegroepen zijn de belangengroep. Die komen op voor de belangen van één bepaalde groep, zoals bijvoorbeeld de huurders in Nederland. Dan hebben we de actiegroep. Die zet zich korte tijd in voor een duidelijk probleem. In dit voorbeeld zien we dat ze geen windmolens willen. Stel de windmolens worden weggehaald, dan is het probleem opgelost en is de actiegroep ten einde. En tenslotte hebben we de actieorganisatie. Die zet zich langere tijd in voor een duidelijk probleem, zoals bijvoorbeeld Greenpeace. Hoe oefenen ze nou macht uit? Dat kan door kennis, want kennis is macht. Als je veel over iets weet, is het makkelijker om de ander te overtuigen. Ze hebben natuurlijk makkelijke toegang tot de media, de grootte van de groep. Als je bijvoorbeeld een belanggroep als de ANWB neemt met heel veel leden, dan betekent dat ook heel veel kiezers waar een politieke partij graag rekening mee houdt. Ze hebben natuurlijk ook geld tot hun beschikking. Ze kunnen makkelijker iets organiseren. Vaak hebben ze een bepaald charisma, dus een bepaalde uitstraling. En vaak worden ze ook gevraagd in een bestuur of een adviesorgaan voor de overheid.